Nou, 's morgens om 1:50. Ja. Toen kwamen bij ons al veel mensen langs. Die gingen allemaal op bezoek in Lommel Kolonie. Want daar zouden de Engelsen dus zitten. En dan ben ik er ook naartoe gegaan. Mm-hmm. Daar ben ik geweest tot tegen rond 12 uur. Ja. Toen ben ik naar huis gegaan, want vroeger was het 12 uur, was het middag, dus dan moest er gegeten worden. En dat wou ik ook niet missen. Nee. Toen ben ik met de fiets gaan halen op de hoeve. Dus toen kwam ik net het gezelschap van pastoor Woyards tegen. En die zei tegen me, waar zitten die Engelsen hier ergens? Ik zeg, kom maar mee, ik weet wel waar ze zitten, want ik ben de hele morgen al daar geweest. Ja. Dus ik reed mee voorop tot café Verhoeven. Dat was toen nog geen café, bij Jan Verhoeven. Mm-hmm. Daar waren ze de vlag aan het inhalen en toen zei ze, kijk uit, want er in die bossen daar zitten Duitsers. Maar toen kwamen er mensen van België, van de kolonie, en die met de fiets. En toen zei dus, we hebben helemaal niemand gezien. Mm-hmm. We waren nog geen 100 meter verder, komen ze uit die boomgaard van een ontvanger gesprongen. En uit de woeste polder weg. En ze beginnen meteen te schieten, maar niet direct op ons, want nee, 35 man hadden ze iemand moeten raken. Maar ik reed voorop en ze schoten met de revolver naar beneden. Ik zag de kogels op de luiker wegketsen. Zo. Ja, want er berichten gaan ook dat, naar aanleiding dus van de twee Britse verkenningsvoertuigen, dat dus enkele mensen van Borken en Schaft inderdaad dus daar naartoe zijn gereden en toch gearresteerd zijn door de Duitse soldaten, zeg maar. Hè? Ja, die zijn daar bij de ontvanger, hebben ze te pakken gehad, want ze hadden mij ook te pakken. Ja. En ik was in een schuttersputje gesprongen, dus ik kon niet verder. Nee. En ik hoorde ze schieten. Op een gegeven moment komt die Duitser met zijn revolver boven het putje, maar ik had hem tussen mijn oranje streeksken al onder het zand gestopt. En ik moest eruit komen. Ik dacht, nou ben ik aan de beurt. Maar hij was net zo bang als ik, want als ik er naartoe wou gaan, dan ging hij net zo vlug achteruit. En hij zwaaide met zijn linkse hand met een handgranaat en rechts zat in een revolver. En toen vroeg hij wat ik wou gaan doen, maar ik wist niet zo gauw wat ik moest zeggen, dus ik zei maar dat ik hem niet verstond. Ja. En dan lagen die fietsen, die lagen allemaal midden op de Luikerweg. En toen zegt hij onderhand, ik moest die fietsen van de straat leggen. Dus ik pak een fiets en er bleef er nog één aan hangen. Ik droeg een eindje naar weg in een sloot. Ik gooide die fiets in de sloot en ik sprong mee over de sloot. Er was zo'n eikenwal. Mm-hmm. En dan ben ik kruipend en lopend en ik hoorde kogels wat fluiten, maar ze hebben me niet geraakt. Dus zo. Ik ben